zijn, je zou kunnen zeggen, redelijk ambitieus. Wij willen echt op het gebied van open courseware willen wij actief zijn. En we hebben dus ook al heel veel programma's. Open courseware een stuk of 70, 80 programma's. We werken op iTunes U met onderdelen. En we zijn nu bezig om hele opleidingen klaar te maken, zou ik maar zeggen, om naar buiten te brengen als open education. Wij doen pilots met weblectures en met kennisclips. En kennisclips zijn echt opnamen van 2 minuten waar iets heel moeilijks wordt uitgelegd. En we zien dat studenten dat enorm waarderen. Die vinden die weblectures heel belangrijk. Ze hebben één bij één academie zelfs, een aantal studenten hebben het afgedwongen dat docenten het gingen doen. En we zien in het gebruik, omdat we dat meten, dat met name voor de toetsen die kennisclips vaak bekeken worden. En dat betekent dat die studenten dus tevreden zijn over ons onderwijs. En aangezien we dat heel erg belangrijk vinden, is dat een hele mooie stimulans voor anderen om ook kennisclips en weblectures te gaan gebruiken. En als docenten daar bedrevener in raken, dan zie je dat ze ook hun programmering voor hun onderwijs hier aan de universiteit al doen met in hun achterhoofd het beeld van ja, maar straks gaat het ook de hele wereld in. Dus dan moet er ook dit of dat, of het moet korter, of ik moet het anders in een andere volgorde kiezen. Nou, dat vind ik heel mooi. Als die twee processen voor je eigen studenten en voor de rest van de wereld, zal ik maar zeggen, als die bij elkaar komen. Onze studium generale, dus het is onze taak om wetenschap uit te dragen naar een groot publiek. Dat zit eigenlijk in het hart van Open Education Resources. En daar hebben we hele cursussen op staan. En daar neemt ook het aantal bezoekers steil toe. Dat is heel succesvol en draagt ook bij aan het doel wat we als instelling hebben, ook richting onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En het mooie is dat dit natuurlijk echt vanuit het grondvlak opkomt, van de grassroots opkomt. En waarin wij als college van bestuur eigenlijk het alleen maar hoeven te faciliteren en verder te stimuleren. Maar het kan nog veel breder, want dit zijn nog maar kleine, een beperkt aantal initiatieven. En het zou, als dit slaagt, moeten wij ook als college laten zien dat we dit kansrijk vinden en het verder willen stimuleren.